Ja, ik sta op de start- en finishlocatie van de nummer 1 Ton Dolmans trofee. De derde wedstrijd in de Nederlandse Loterij topcompetitie. Je kijkt naar een samenvatting van de nummer 1 Ton Dolmans trofee. De derde wedstrijd in de Nederlandse Loterij topcompetitie. Maar de eerste klimkoers in de Zuid-Limburgse heuvels. Afgelopen jaar trok Kelvin van den Doel aan het langste eind. Hij kwam met een machtige solo aan in Stijn en pakte zo zijn grootste overwinning in zijn carrière. Mijn derde overwinning ooit en mijn eerste klassieker, dus heel blij mee. Maar ook voor de winnaar van 2017 was de zege belangrijk. Robert de Greef legde er de basis voor zijn eindwinst in de Nederlandse Loterij topcompetitie en zag zijn droom werkelijkheid worden. Een profcontract en zo debuteerde hij in 2018 bij Team Roompot. Roompot Vakanties Nederlandse Loterij heeft er een kanjer bij. In 2019 deed Robert noodgedwongen een stap terug, maar startte het seizoen fantastisch met een tweede plek in de Ronde van Drenthe. Maar in de omloop van de Braakman gebeurde er iets wat niemand voor mogelijk hield. Piet, het zijn bewogen weken voor jou, voor de renners, voor de ploeg, want er is iets vreselijks gebeurd. Misschien hebben jullie het meegekregen in de media, maar een renner van het Alecto Cycling Team, Robert de Greef, is in de tweede wedstrijd van de Nederlandse Loterij topcompetitie tot stilstand gekomen, letterlijk en figuurlijk. En hij leeft niet meer. Piet, wat zijn dit vandaag voor jullie? Een hele zware weken. De wedstrijd is ook dan natuurlijk minder belangrijk. De jongens hebben ook niet zo meer getraind. Vandaag zal best een zware sportdag zijn. Ja, morgen hebben we een iets zwaardere dag denk ik op het programma. En we hopen daarna weer de draad op te pakken. Ja, want voor de mensen die nu kijken, het is vandaag de dag voordat Robert de Greef begraven gaat worden. Morgen gecremeerd zelfs. Ja. Hè? Ik heb er bijna geen woorden voor. Ik was in die wedstrijd aanwezig in de omloop van Braakman waar dit gebeurde. En hij heeft de strijd verloren. Jij bent nauw betrokken geweest ook bij dat hele proces. Hoe was dat, Piet? Je schommelt een beetje tussen een hele nuchtere kijk en een hoop. En dan is het iedere dag weer wat ander nieuws. En dan langzaam begint het lang te duren. En dan ineens dan schrik je toch weer van het slechte nieuws. Dus het is eigenlijk een hele achtbaan waar we doorheen gingen. Je leeft enorm mee natuurlijk met die ouders, met de vriendin. Het geluk dat je dan zelf weinig van meekrijgt natuurlijk. Dus dat, daar hebben we dan nog iets aan. En dan, als dan het slechte nieuws komt, dan houdt het eigenlijk ook echt allemaal op. Nou, het is vreselijk, maar jullie staan hier vandaag wel weer als ploeg om deel te nemen aan de derde wedstrijd in de Nederlandse Loterij topcompetitie. Koen van Melfort is zelfs leider in deze competitie. Met welke ambitie staan jullie hier? Dat is heel moeilijk. We staan hier eigenlijk met geen ambitie. We staan hier gewoon aan de start omdat Robert altijd en overal koerste. Die zou met de juiste gedachte aan de streep staan, met de juiste respect voor degene waar dat betreft. En die zou altijd willen koersen, dus ter ere van Robert rijden we sowieso mee. Daarnaast zijn er ook nog gewoon jonge renners die echt nog wel iets van hun carrière moeten maken. Het is gewoon meer qua verwachtingen, qua planning, qua training is het gewoon allemaal wat minder. Het is ook gewoon fijn om met de groep bij elkaar te zijn, regelmatige basis. We hebben ook een paar keer tussentijds afgesproken, we zien elkaar nou weer op de koers. Ja, het is gewoon echt een heel fijn team en dan is het niet goed denk ik om tot die tijd niks te doen. En dan is het ook heel moeilijk voor de jongens om straks weer in gang te schieten. Het is nu, vandaag is het gewoon zaak om mee te doen. Ja, en ik noemde de naam net al, Koen van Melfort. Hij is de leider in de Nederlandse Loterij topcompetitie. Hij won de Kraftster van Zwolle en Daan van den Berg sprak hem net voor de start. Het zijn gewoon klote weken geweest en daar is eigenlijk niet mee om te gaan, maar het moet wel. Is het koersje dan een nuttige onderbreking of doet het je dan niet zoveel meer? Nou, het doet me in die zin niet zoveel, maar aan de andere kant, ik ken Robert heel goed en ik weet zeker dat hij niet anders gewild had dan dat we gewoon zo blijven koersen. En, ze roepen mij, maar het blijft wel heel moeilijk.
Ton Dolmans trofee, een koers met geschiedenis, gewonnen door Robert. Dat moet heel speciaal zijn vandaag. Ja, zeker. Het is denk ik een mooie wedstrijd. Niet direct op mijn lijf geschreven, maar ja, dit dan wil je dat gewoon wel met z'n allen gaan doen hier. Nog één vraag dan. Ik heb je ooit in de hel van Voerendaal met heel veel kramp over de streep zien komen. Wat kan je vandaag in zo'n koers als hier? Kan je je leiderstrui verdedigen? Ik denk het wel, ja. Een moment waar we vandaag nog even bij stilstaan. Een moment om even bij elkaar te zijn, om even bij Robert de Greef te zijn en om even aan hem te denken, alsjeblieft een moment van stilte. De gepaste minuut stilte werd in acht genomen ter nagedachtenis van Robert de Greef. Hij overleed vrijdag 26 april aan de complexe gevolgen van de hartstilstand die hij kreeg in de omloop van de Braakman 4 weken eerder. Maar dan is er het signaal, de koers gaat geneutraliseerd van start en we gaan weer over tot de orde van de dag, hoe cru het ook klinkt. Dan de verlossende vlag en het fluitsignaal en 185 renners mogen eraan beginnen. De nummer 1 Ton Dolmans trofee is alweer de derde wedstrijd in de Nederlandse loterij topcompetitie en kent 3 grote lussen van dik 50 kilometer en 1 kleinere lus van circa 35 kilometer. In totaal daarmee 191 kilometer met tientallen korte en steile beklimmingen, waarvan de Slingerberg, Ter Straten en de Atsteeg in totaal 10 keer meetellen voor de bergpunten. Een zeer selectief parcours dus, waarbij we de renners 1 voor 1 binnen verwachten hier in Stijn. Meteen op de Slingerberg kiest Jorgos Schrijver van WPGA de aanval. Hij krijgt Lars de Bot mee van Senza Kanjers voor Kanjers en de twee slaan een gaatje op de klim. Allemaal voor die eerste bergpunten en die gaan naar Jorgos Schrijver. Niet veel later trekt Joep Steinbosch erop uit. Er volgt beweging van achteruit en dan komt er een vroege vlucht. 5 renners zullen de eerste 2 uur gaan kleuren van deze klimkoers die nog zwaar genoeg is om de krachten te sparen. Iets wat achterin zeker gedacht wordt, maar Alecto Cycling Team heeft niemand mee en dat is verre van ideaal. En dus zetten de mannen zich op kop voor de leider Koen Vermeld voort. De namen voorin dan, Joep Steinbosch, WPGA, Josh Teasdale, de Brit van Davo United Cycling Team, Giel Meese van TBC de Maaslandster, Joren Segers, de Belg van Hubo Titan Cargo en de enige continentale renner voorin is Robbie van Bakel van Metec TKH. Kopgroep op dit moment, 5 renners vooraan. 5 man vooraan, hè? Ja. Al een minuut 20 voorsprong, hè? Dus. Alecto zal het wel op zich nemen, maar hij duurt toch niet te ver van achter, hè? Goed, allez, succes, maat. Kom op, hè? Ja, de nummer 1 Ton Dolmans trofee is vertrokken en ik zit in de wagen bij David Bergmans, de ploegleider vandaag van de Belgische formatie Home Solution Soenens. Dat doen dit jaar dus ook 5 Belgische ploegen mee aan de Nederlandse loterij topcompetitie. En dat is interessant, want deze ploegen die kennen we eigenlijk helemaal niet zo goed. En daarom wilde ik vandaag eens zo'n team introduceren. David, jullie zijn nieuwkomer in de topcompetitie, maar jullie staan met 2 klassementen aan de leiding. He, dus in ieder geval 2 leiderstruien. En jullie hebben vandaag de nodige ambities. Vertel daar eens over. Ja, wij zijn langs hier gekomen om toch wel een prestatie vandaag af te leveren met de plaatselijke renner Stijn Dame. Ja, wij staan in het klassement met Nevens en met Tristan Vivé helemaal bovenaan. Maar dat zijn dus 2 sprinters en die kunnen hier vandaag moeilijk een prestatie neerzetten. Stijn Dame moet het vandaag dus doen voor Home Solution Soenens, 1 van de 5 Belgische teams die dit jaar meedoen aan de Nederlandse loterij topcompetitie, die daardoor een internationale karakter kreeg dan de afgelopen edities toen er enkel Nederlandse teams meededen. Naast Home Solution Soenens zien we steeds vooraan Contig, GM Recycling Team,
Hubo Titan Cargo CT en het Davo United Cycling Team, waarvan de laatste twee teams een mannetje mee hebben in de kopgroep en daarmee geven ze een goed visitekaartje af met waardevolle tv-minuten. Maar in het peloton heeft naast Alecto ook het Vlasman Cycling Team de slag gemist. Limburger en streekfavoriet Jaap Kooijman kijkt dan ook de kat uit de boom, want de wedstrijd is nog erg lang. Vooraan wordt er dan geraviteerd op de Adsteeg, maar dan begint het te regenen. De koers wordt loodzwaar, want ook de temperatuur daalt flink. Het peloton hier op de Maasberg blijft gecontroleerd rijden onder leiding van Alecto Cycling Team en gunt de koplopers een maximale voorsprong van 1,5 minuut. Maar de kilometers eisen hun tol. Joren Zegers is vooraan weggevallen en Joep Steinbusch heeft lek. De renner van WPGA wordt snel geholpen door de neutrale wagen, maar zal niet meer vooraan terugkeren. En zo hebben we nog maar 3 koplopers met ruim 90 kilometer te gaan. Uit de achterhoede is versterking in aankomst en daarmee lijkt zich een grotere kopgroep te gaan vormen. We gaan er heel even tussenuit voor de boodschappen, maar over een paar minuten gaan we verder met deel 2 van deze samenvatting, waar de koers lelijk wordt ontsierd door valpartijen. Maar belangrijker is, wie wint de nummer 1 Ton Dolmans trofee 2019? Blijf dus kijken en tot zometeen. Welkom terug bij deel 2 van de nummer 1 Ton Dolmans trofee, de derde wedstrijd in de Nederlandse loterij topcompetitie. Vandaag een koers in Zuid-Limburg met veel klimmetjes en dus wordt er gestreden voor de punten om de bergprijs. Zo ook door Jorgos Schrijver die de eerste punten wegkaapte op de Slingerberg, de allereerste klim van de dag. Maar we maken een stap vooruit in de koers, want er is een kopgroep van 3 renners weg die gezelschap krijgen van 5 andere renners die proberen te formeren. Maar een grote groep maakt zich los van het peloton en zo kruipen beetje bij beetje allerlei versnipperde groepen bij elkaar. Op de finish passeren we dan voor de tweede keer na 102 kilometer koers en daarmee gaan de kilometers beginnen te tellen met nog ongeveer 90 kilometer te gaan. Koen Vermeldvoort vecht zich dan nog terug naar de eerste groep en als dan 40 renners vooraan samenkomen is de groep veel te groot om door te rijden en begint het spel weer van voren af aan. We zitten dan op de Slingerberg en René Hooghiemster heeft het hoogste woord. Hij voert een groep aan van een man of 14 die op de hielen wordt gezeten door een grote groep. En dan zien we Dylan Bouwmans van Metec TKH aan de voorste gelederen in een groep van een man of 20, gevolgd door weer een groep met Jason van Dalen daar, een ploegmaatje van Dylan Bouwmans. Ook hij probeert terug te keren en het hele peloton ligt in stukken. En dat is tekenend voor deze wedstrijd die ongelooflijk zwaar is met al die korte en steile hellingen die elkaar snel opvolgen. De finale is nu toch wel begonnen. Met nog ongeveer 50 kilometer te gaan rijden 8 mannen zo hard als ze kunnen om bij de kopgroep te komen. En dat zijn niet de minste namen. Zo zien we Joris Haaks van Davo United, Joost van den Burg, Jaap Kooijman bij de Vlasmanrenners, Emiel Verburg, Hubo Titan Cargo, Lars van den Berg en Sjoerd Baks bij de Metec TKH en Jarno Gemelig-Meiling. Deed dit jaar een stapje terug, maar kan het nog steeds. Maar ook Marco Doets zit in deze groep. Een renner van Alecto die uiteraard defensief rijdt vanwege Koen Vermeldvoort, de leider in de Nederlandse loterij topcompetitie. Dan een nare valpartij in de achtervolgende groep. Een renner van Metec TKH blijft liggen met flinke snijwonden in het gelaat. En als we goed kijken herkennen we Arvid de Klein, de rassprinter van Metec. Even schrikken was het na alles wat er gebeurd is in de omloop van de Braakman. Maar we weten intussen dat Arvid met de schrik vrij kwam en zonder erg naar huis kon.
Maar toch een goede reden om eens verhaal te halen bij gelegenheidsploegleider Michel Megens, die als teammanager en sponsor van de ploeg wel erg veel petten op heeft vandaag. Nou, ze konden niemand beters vinden, dus was ik genoodzaakt. Maar gezien het drukke programma doe ik vandaag één dagje de koers inderdaad. Want normaal zit je niet achter het stuur, hè? Nee, bij voorkeur niet. Iedereen heeft zijn taak en mijn taak is de boel goed te regelen. En als je achter het stuur zit, kun je de rest van de tijd de boel niet goed regelen. Dus bij voorkeur niet. Hey, over naar de koers. Arvid de Klein lag net bij die valpartij. Ik zag het van dichtbij gebeuren. Behoorlijk zijn gezicht open. Hoe is het met hem? Hij is behandeld in de ambulance, maar ogenschijnlijk gaat het goed. En hij is nu bij de dokterspost bij de finish. En geen rare signalen, dus we gaan uit van het beste. Dat is mooi, want hij heeft dit jaar al wat mooie dingen laten zien. Twee ritten gewonnen in Franse etappekoersen. Maar in Polen gaat het ook ontzettend goed, hè? Want jullie dreigen daar het eindklassement te winnen. Hebben daar al 3 etappes gewonnen. Ja, dat zal wel erg leuk zijn. Want als ploeg zijn hebben we nog nooit ergens een eindklassement gewonnen. We werden dit jaar tweede in de eindklassement in de Ronde van de Mandië. We werden derde in het eindklassement in de Tour de Loire-Isère. Dus er zijn ook wel mooie koersen. Ja, het zou wel heel erg leuk zijn als je ook een keer met een overwinning naar huis zou komen, ja. Maar dan vandaag, want ik neem aan dat je hier ook wil winnen. Dan gaan we vandaag met 2 overwinningen naar huis komen. Dat is maar ook veel mooier. Heb je mannen die dat kunnen? Ja, zeker. We hebben hier vandaag in koers zeker renners die erg dit goed kunnen. Ook in vorm zijn. We rijden vanaf aanstaande woensdag rijden we Rhône Alpes-Isère Tour. Waar ook veel geklommen moet worden. Dus ja, de jongens zijn echt wel in orde. Ja, Megens hoopt dus op de winst vandaag en dat is zeker niet ondenkbaar, want een groep van een man of 20 loopt vooraan samen met renners van Metec TKH erbij. Bovenop de Maasberg trekt Jaap Kooijman venijnig door op de Kasseienklim. Hij forceert een gaatje met Jens van den Doel, die ook wel door wil rijden. En zo vormt zich een nieuwe kopgroep met wederom Jarno Gemelig-Meiling, die de Ronde van Limburg alles wist te winnen en dus goed uit de voeten kan op dit terrein. Op de Slingerberg is het dan oorlog. Sjoerd Baks rijdt alles uit de kas om bij de koplopers te komen en sluit halverwege de klim aan bij 8 mannen, waar hij 2 ploegmaten treft, Dylan Bouwmans en Jens van den Doel. Een mooi overtal dus voor Metec TKH, waar Michel Megens in de wagen happy mee is, want hij hoopt vandaag op de winst en de kansen worden op deze manier al maar groter. Ongeveer 1 kilometer voordat de renners de laatste keer de Maasberg over moeten, is het Dylan Bouwmans die demareert. Er wordt dan gekeken, want wie nu het gat dichtrijdt, kan wel eens in de problemen komen op die listige Maasberg. Maar de ploegmaats van Bouwmans doen voortreffelijk werk. Op de Maasberg probeert Adriaan Jansen de kloof nog te dichten, maar hij krijgt het niet voor elkaar. En zo loopt Dylan Bouwmans toch weer verder uit en kan hij een veilige voorsprong opbouwen van ongeveer 30 seconden. Ja, een sprookje lijkt zich te ontvouwen hier in de wagen, want Dylan Bouwmans, de renner van Metec, rijdt alleen aan de leiding. Michel, begin je al een beetje nerveus te worden? Nou, eigenlijk best wel, want ik heb vandaag de opdracht gegeven dat ik alleen genoegen zou nemen met de overwinning. Dus het zou wel erg mooi zijn als dat ook zo zou blijken. Ja, want in Polen hebben jullie ook het eindklassement gewonnen met Marijn van den Berg van een etappekoers. Vandaag ook in goede positie. Ja, het zou natuurlijk wat zijn, hè? Een dubbelslag. Ja, fantastisch. Onze belofte rijden natuurlijk in Polen erg goed. Hier rijdt een mix van belofte en elite renners. Ja, het zou mooi zijn als we hier ook zouden winnen, ja. Ja, een dubbelslag is dus in de maak. Na de eindzege in de meerdaagse in Polen, waar Marijn van den Berg de hoofdprijs pakte, is het vandaag de beurt aan een ijzersterke Dylan Bouwmans. Er is geen houden aan, hij is vandaag gewoon de beste en solliciteert daarmee naar een profcontract. Net als zijn vader Eddy Bouwmans, die een mooie carrière kende als beroepsrenner. De laatste meters dan, want hier is hij dan. De winnaar van de 2019 editie van de nummer 1 Ton Dolmans trofee, Dylan Bouwmans. Pocket. Blij? Zeker! Dubbelslag. Polen en hier. Nou jongens,
Een gelukkige teammanager en sponsor Michel Megens deelt de vreugde met zijn mechanieker. En of het feestje nog niet compleet is, Sjoerd Baks sleept nog even de tweede plek in de wacht voor de verrassing van de dag. Wouter Been, de renner van vereniging West-Frisia. Je bent geen veelwinnaar en als je dan wint, ook nog zo'n koers, dat moet jou heel erg tevreden stemmen, hè? Ja, hier ben ik wel heel blij mee, ja. En ik heb deze winter hard gewerkt en ik hoop nog altijd prof te worden. Maar ja, dan moet je wel winnen. Dus ik hoop dat er een stap is om verder door te bouwen. Jens van den Doel mocht naar huis met de eervolle vermelding strijdlustigste renner van de dag. Maar ploeggenootje Dylan Bouwmans stond uiteraard op de hoogste treden voor een andere ploeggenoot, Sjoerd Baks. Wisten jullie dat jullie sterk waren? Ja, ja, we reden wel, wisten dat we echt wel een echt sterke ploeg hadden. En ja, dat we niet echt met meer dan winst, minder dan winst tevreden konden zijn. Maar dan moet je het nog wel afmaken. Ja, zeker, zeker. En ja, ze nu ook 1 en 2 worden, dat is helemaal nog mooier dan alleen winst. Dus super. 1, 2 en 3, normaal zie je op. Wouter Been maakt het podium compleet voor Jarno Gemelig-Meiling, Marco Doets, Jens van den Doel, Adriaan Jansen, Brecht Dane, Michel Hille en op plek 10 vinden we Adne Koster. Wat een uitslag. Ja, de hele plek was geweldig. En, ik had het niet verwacht, maar afgelopen 2 weken voelde ik me eerst heel goed. Maar daarvoor heb ik etappekoers in Ierland gereden en dat ging eigenlijk hartstikke goed. Dus ik wist wel dat ik dit kon, maar ik wist niet of ik die heuvels nog aankon. Ik moet zeggen, ik brom maar beter dan ooit. Dus het brommen zit er wel goed in. En die korte heuvels tot nu toe dit seizoen nog eigenlijk niet. Maar vandaag kwam het helemaal goed. Ja, want je noemde het onverwacht, wie de topcompetitie langer volgt en het Nederlandse wielrennen. Weet dat Wouter Been altijd wel aardig meedoet. Ja, nee, Limburg is wel mijn terrein. Ik ben slecht in van voren rijden, dus dat heb ik in het begin van de koers ook zeker niet gedaan. Maar als het helemaal zwaar wordt en het wordt lang en het wordt afzien, dan kom ik vaak op bovendrijven. En ik denk 3 jaar geleden of zo reed ik nog wel een keer top 10. En was ik ook nog een tijdje beste clubrenner. Daarna er even uit geweest, een jaartje. En vorig jaar ging eigenlijk ook hartstikke goed. Limburg ook de hele dag in de kopgroep. Het zal misschien toen wel meer in, maar ik ben blij dat het dit jaar zo uitkomt. Wouter Been, mooi derde dus vandaag, maar werd ook nog beloond met de leiderstrui in het klassement voor de beste clubrenner. En mag in de volgende koers dus starten in die fraaie blauwe trui. Een klassement waar hij op de hielen wordt gezeten door, ja, daar is hij weer, Jarno Gemelig-Meiling. En een hele batterij Belgische coureurs. Bram Rombouts is de leider in het Wattmeisterklassement, waarbij wattage per kilogram ondergeschikt is geworden aan de vraag wie blijft het langst trappen op een Tax Neo Smart Trainer. De leider in het bergklassement rijdt ook bij een Belgische club, maar het is een Brit, Josh Teasdale, die vlak voor de finish nog een lelijke smakker maakte en zijn kin openhaalde. Yeah, that's it. I mean, the most important thing is to never give up because you never know what's going to happen. This is cycling, so you can always change. You can always come back to a group when you don't think you are. Or yeah, like today, I didn't think I'd won it, so it's nice. It's something good to come out of the day, and it pays in the beginning to fight for the points because you never know what's going to happen in the final of the race. So very happy and very surprised actually. So. Hier dan het overzicht in het bergklassement. Josh Teasdale dus voor Jens van den Doel en Mitch Groot. Wouter Been sluit de rij op plek 10 met 3 punten. Dylan Bouwmans is de grote slokop van vandaag, won de koers, is de leider in het jongerenklassement, maar ook in het algemeen klassement waar hij de leiding overneemt van Koen Vermeldvoort, die een mindere dag kende. Vermeldvoort staat wel nog op de 2e plek voor Sjoerd Baks, Raymond Kreder, Wouter Been, André Looy en Arne Marit van Lotto Soudal Development is 10e in de stand. En dat maakt het podium compleet, want alle winnaars staan hier mooi bij elkaar. En dus kan de kurk van de fles en mag het gevierd worden. Tot zover de samenvatting van de nummer 1 Ton Dolmans trofee. Zaterdag 25 mei zijn we er weer met een uitgebreid verslag van de CIMAC Omloop der Kempen. De 4e manche in de Nederlandse loterij topcompetitie. Te zien om 12:15, vlak voor de uitzending van de Giro d'Italia. Hier op Eurosport 1. U mag ze nog één keer laten zien. Een geweldig applaus voor de Stijn Toemaar.